Alright, goedemiddag, goede avond alweer bijna. Mami hier vanuit een rustige maandag in Arnhem. Ik zal eerlijk met je zijn, ik zit een beetje te worstelen vandaag. En ik hik al de hele dag tegen deze video opnemen. Ik hik er tegenaan omdat ik gisteravond heb ik dit boek gelezen. En dit is een dame met wie ik binnenkort ga samenwerken. Zij zal verschijnen in een videoclip. Bij een lied wat ik heb geschreven, Are You Still Running? Waarom? Samina heeft een boek geschreven, Mijn Ultra Run uit de gedwongen prostitutie. En ik zal je vertellen waarom ik tegen deze video aanhik. niet omdat ik het onderwerp niet bespreekbaar durf te maken, maar omdat ik dacht, oh, straks wordt het zo zwaar. Straks gaan jullie denken, oh jee, hè, ga dan maar gewoon een liedje zingen, dat vinden we veel leuker. Of straks breng ik de boodschap niet over van hoe dringend het is dat we nu een beetje aandacht besteden aan het onderwerp mensenhandel in Nederland. Het is echt heel urgent. Ik heb zelf, hoe lang geleden is dat? 2008, 2009 heb ik 5 maanden doorgebracht in een opvanghuis voor huiselijk geweld. Het was een hele eenzame periode. Ik was een jonge moeder, ik had een dochter van 1,5. En ik kwam daar in aanraking ook met mensen uit de wereld van mensenhandel. Want je komt allemaal op dezelfde soort plekken terecht als je geen uitzicht hebt, als het niet goed met je gaat. En ik kwam voor het eerst in aanraking met het concept mensenhandel, wat in Nederland? Ja, in Nederland. En hoe? En het is omdat ik 1 persoon heb ontmoet, laten we haar Amira noemen, is niet haar echte naam. Amira is naar Nederland verkocht op haar 9e, of rond haar 9e, vanuit het Midden-Oosten. Prachtige meid, mooie lange haren, prachtig poppengezichtje. En krachtig ook, heel mooie persoonlijkheid en liefdevol. Een van de meest liefdevolle mensen die ik ooit heb ontmoet. Mijn excuses voor de wasmachine op de achtergrond, echt. Mama life. Maar anyway, en wij zaten dus allebei tegelijkertijd in het opvanghuis. Zij was naar Nederland verkocht op haar 9e. Prachtige pianiste trouwens, was toegelaten tot het conservatorium in Den Haag. Maar degene die haar kocht op die leeftijd en die haar sindsdien bezat, die was verliefd op haar geworden. En die zag haar niet alleen als zijn bezit, maar hij zag haar ook als, ja, de liefde van zijn leven. En hij werd geobsedeerd met haar. En iedere keer als het haar lukte om weg te vluchten en ergens opnieuw te beginnen, dan vond hij haar weer. En zo ook nadat ze dus was toegelaten tot het conservatorium. En voor mij, als singer-songwriter, als muzikant, breekt dat extra mijn hart. Niet alleen als vrouw of als meisje het idee dat iemand jou kan bezitten en je kan dwingen tot seksuele praktijken en je kan dwingen om dingen te doen en dat jij zelf niet in staat bent om je daartegen te verzetten. Want hij nam haar paspoort, hij bedreigde haar. Hij had het is een heel netwerk. Mensenhandel is niet, dan loop je toch weg. Het is een heel netwerk. Je komt daar niet zomaar uit. En dat is iets wat na het lezen van dit boek van Samina mij nogmaals echt heel erg is, bij mij is bevestigd. Maar in ieder geval, het breekt ook mijn hart als muzikant, omdat zij dus nooit de kans heeft gehad om haar muzikaliteit te ontdekken en zich te ontplooien tot wat ze had moeten zijn. En ik weet niet waar zij nu is, maar zij heeft mij in die koude, koude winter, de winter van 2008, 2009, toen ik niet wist of ik dit huis zou krijgen met urgentie, toen ik niks wist, toen ik bang was en eenzaam en me een loser voelde en alles tegen zat, was zij degene die mij ondersteunde. Met alle shit die zij heeft meegemaakt. Excuse my French. En nogmaals, ik bedoel, we hebben elkaar ondersteund. Ik weet nog, ik had heel veel last van mijn handen. Want ik heb een aandoening aan mijn handen. Een aandoening van Renault. En zij kocht toen handschoenen voor mij. Ik zal dat nooit vergeten.
Want als je zelf zo aan de grond zit en je bent dan nog in staat om attent te zijn op iemand anders, dan heb je een groot hart. En de mensen, want het zijn meisjes, maar soms ook jongens, het kan iedereen overkomen. En ik weet dat sommigen van jullie me niet geloven, maar het kan echt iedereen overkomen onder bepaalde omstandigheden. Het is dichterbij dan je denkt, mensenhandel, en dat gebeurt absoluut in Nederland. Maar ik vind dat wij naar de mensen die hierin terechtkomen ook een groot hart mogen laten zien. En dat is de reden dat ik heb gezegd, ik wil €10.000 inzamelen. Een heel specifiek bedrag. Ik wil €10.000 inzamelen. Onderweg naar de publicatie van mijn schattige kleine sprookje, Prinses Mama. Waarom? Ik wil minstens 25% kunnen doneren aan Comensa tegen mensenhandel. Comensa is het coördinatiecentrum in Nederland. En die houden in de gaten, die brengen de cijfers in kaart. Die werken met allerlei andere organisaties. Het is zowel preventief als in kaart brengen, als contact hebben met slachtoffers. Er is binnenkort een informatiedag. Er is een ontmoetingsdag waarop ik zal zingen voor het eerst. Het is een heel, 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 heel belangrijke organisatie. En ik leen er heel graag mijn steun aan. Samina die heeft in het verleden ook al geld ingezameld voor Comensa. Maar de meeste mensen om mij heen die weten niet eens dat mensenhandel bestaat. Dus laten we daar maar beginnen. Dus nou, wat ik al zei aan het begin van het filmpje. Ik hikte hier tegenaan. Het is geen gezellig onderwerp. Sorry. Maar ook weer niet sorry. Want ik wil op zijn minst dat als je mij kent, dan weet jij ook dat dit onderwerp leeft in Nederland. En niet dat we het in ons eentje moeten oplossen, dat kan ook helemaal niet. Maar wel dat je op zijn minst je ervan bewust bent. Want ik denk, die mensen die daarin zitten, ze verdienen het. Ze verdienen het dat wij op zijn minst erkennen dat ze bestaan en dat ze onder gruwelijke omstandigheden op deze aardbol staan en leven. En ja, ik wilde dat met je delen vandaag, zodat je weet waar ik het voor doe. En de komende weken nog heel intensief. Ik ben een beetje emotioneel. Omdat ik denk dat dit echt een kans is om iets te doen. En het is, misschien denk je, het is een druppel op een gloeiende plaat. Nou, dan is het maar een druppel. Ja, toch? Ik ben ook iemand, ik kan last hebben van weltschmerz. Vandaar ook dat ik soms wat doe met Café Weltschmerz. Dat ik denk, er is zoveel leed op de wereld. Ik ben maar één persoon. En het kan me echt aangrijpen. Maar ik ben ook de dochter van mijn moeder. Ik ben ook een praktische vrouw. Nou, wat kan ik dan doen? Dit kan ik doen. Ik kan een boek uitbrengen en kan onderweg naar mijn boek, waarmee ik ook mama's help om onder alle omstandigheden hun eigen zelfzorg en zelfliefde op nummer 1 te zetten. Onderweg naar de publicatie van dit lieve sprookje kan ik ook slachtoffers van mensenhandel op zijn minst laten weten. Ik zie je. Je bent niet vergeten. Je bent niet onzichtbaar. Jij bent ook een mens. Hunsu uye nipa. Zou je zeggen in Tree. In een Ghanees dialect. Hunsu uye nipa. Jij bent ook een mens. Niet alleen als je zichtbaar bent in deze maatschappij ben je een mens. We zijn allemaal mensen. Het is wat het is. Ik kan niet hier een heel vrolijk verhaal van maken. Maar hopelijk kan je wel voelen. Het komt van een plek van liefde. En ik spreek je aan omdat ik weet dat jij een liefdevol persoon bent. En als je zegt, hey maam, leuk allemaal, maar ik heb geen geld op dit moment. Er is geen minimumbedrag om te geven. Dus als je twijfels hebt, als je aarzelt, ga naar de pagina. Dan zul je zien, je kunt echt zelf je bedrag invullen. Maar als je zegt, ik heb wel een netwerk. Ik heb wel iemand die werkt in een bepaalde sector. En in die sector willen ze misschien wel 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 boeken afnemen. Denk met mij mee. Want dit is voor mij ook een experiment. Maar misschien kun je het wel delen, dit project. En dan doe je toch ook iets. Dan doe je toch ook iets. Het gaat niet altijd om geld. Soms gaat het gewoon om je aandacht. En ik wil je bedanken voor je aandacht bij dit filmpje. Zo, het is eruit. Ik kan weer een beetje opgelucht ademhalen. Want ik zat ermee. Ik dacht, hoe moet je dit nou insteken? Dag 19. Nog 19 dagen. We willen nog
een flink bedrag ophalen. En ik geef het niet op. Maar ik heb ook zoiets van, hey, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Dus we hebben elkaar nodig. Ik wens je een hele mooie avond. Ik ga ook een mooie avond hebben met mijn dochter, die de illustraties maakt bij het boek. En het is een ongelooflijk mooie reis. Ik zal de komende tijd iedere keer een beetje delen, zodat je weet wat er gebeurt achter de schermen. En deel met me, praat met me, reageer hierop. En ik wens over 19 dagen terug te kunnen kijken op een magische tijd en een magisch eindresultaat. Dus, alright. Mooie avond. Tot morgen. Mwah.